Wel, ik rij altijd rond met 8 verschillende smaken. Waarvan de klassiekers, zoals vanille, stracciatella, een koffievariant en een chocoladevariant, altijd in de kar aanwezig zijn. En dan 3 of 4 verschillende vegan smaken, dus eigenlijk sorbets, zal ik maar zeggen, zonder room, melk of eieren. Wat maakt jouw ijscream bijzonder? Wel, ik rij rond met Italiaanse gelato en het verschil tussen gelato en traditioneel Belgisch ijs is dat het lichter en smeuiger van structuur is en iets warmer geserveerd wordt, waardoor je een beter smaakgevoel in je mond hebt. Als jij door de straat rijdt, hoe maak jij jezelf kenbaar? Want de ijskarren die hebben altijd zo'n herkenbaar deuntje bij. Ja, ik hou er zelf niet zoveel van, maar ik heb zelf wel een bel waarmee ik rondrij. Het enige moeilijke is om af en toe binnen te geraken bij de mensen thuis, achter gesloten deuren en ramen. Maar mensen die mij horen op straat, die komen altijd glimlachend naar de kar toe. Hoe kunnen ze jou vinden? Wel, momenteel is het nog een beetje moeilijk, maar binnenkort zal ik online te traceren zijn via mijn website www.velogelato.be. En kunnen mensen dus zien live op welk moment ik waar me bevind. Waar rijd jij nu op dit moment zo ongeveer rond? Wel, ik werk meestal in Borgerhout Extramuros, dus rond het Teboelaarpark of het Boekenbergpark. En dan in een ruime cirkel van 1,5 tot 2 kilometer vind je mij in de straten en op de pleintjes terug.